weer er terug is. Tijdens Rally Ignacio gaat Kozakken Boys helpen in de strijd tegen degradatie. Was daar 6 jaar geleden ook al. 160 wedstrijden bij AFC, 99 goals. Hij kan het niet verleerd zijn en moet het nu hier doen. Maar dan moet je als doelman van Kozakken Boys natuurlijk niet de tegenstander in de kaart spelen. Het gebeurt bijna wel. Brian Jansen doet het. Brandsma krijgen er niet in. De nummers 18 en 4 van de competitie, daar Brian Jansen. Meest gepasseerde defensie ook. Ploeg uit Werkendam hier, des kunst. Nu herstelt Brian Jansen in die goal bij de Werkendammers zich prima. Vorige week maakte hij de enige goal van de wedstrijd tegen Noordwijk. Werd er met 1-0 gewonnen door zijn penalty. Katwijk is de ploeg die de lakens uitdeelt. Voorzet Ravensberger. En daar is Doesburg en dan ternauwernood. Met vereende krachten zou je bijna zeggen, gaat hij er niet in. Doesburg, het lijkt eerder wachten op de goal nu van Katwijk. Vraag is niet of die komt, maar wanneer vooral. Kozakken Boys met de rug tegen de muur en daar de bal. Op het aluminium uiteindelijk geen doelpunt. Daar waren er een paar bij betrokken. Brandsma, maar ook hier de teruglopende. Verdediger Paul Kok en Robert Suzan, de middenvelder natuurlijk. Bezig aan zijn laatste half jaar. Ja, kampioen zullen ze niet worden. Des kunst maakt uiteindelijk de 1-0. We spelen dan precies een half uur. Dan is de ploeg stuk gespeeld. Van Grunholz is er geen houden aan en zet Des kunst met zijn 5e van dit seizoen. Ploeg op voorsprong hier. Niet slecht, deze van Martsdorf. Nu met Ignacio daarvoor in. Natuurlijk heeft Kozakken Boys er alles aan gedaan om de selectie enigszins te versterken. Deze gaat er ook maar net overheen. En zo zijn er best kansen. Dit is Guairon Stout, middenvelder van Kozakken Boys. Tweede helft dan. Een overtreding in de punt van het strafschopgebied. Wim Bronsvoort is nog niet genoemd als scheidsrechter. We doen het als hij niet kijkt, zegt hij. Kijk, hier trekt Stout wel degelijk een tegenstander onderuit. En dat is niet gezien door de scheidsrechter. Ja, op dit niveau geen VAR en ook de vierde man. Is het blijkbaar ontgaan. Anders had hier ongetwijfeld iets kunnen volgen. Sinteur, Wouters, Hens. En dit is niet ontgaan. Wim Bronshorst heeft dit in het snotje en legt de bal dus op de stip. Dan kun je als Kozakken Boys dus zo knokken. Maar als je hier dan zo ongelukkig Hens maakt, ja, dan zit er niks anders op dan je lot te accepteren. Dan kan alleen deze Brian Jansen er nog voor zorgen dat de marge 1 blijft. Des kunst voor de tweede achtereen volgende week. Treft zeker vanaf 11 meter. En Jansen en Des kunst gaan daar nog even met elkaar verbaal in de slag. Zelfs door het net heen nog. Uiterst kalm gebleven zijn 6e van het seizoen. En hier wordt enigszins dan onder protest de vrede getekend. Ja, hij weet wat achterstaan is. Hoopt er het beste van te maken in de tweede helft van het seizoen. Grunholz met Kozakken Boys. Nou ja, heeft in elk geval wel wat versterking erbij. Deze is, nou ja, richting goal. En dat is prima. Dit is Tremoer. Gekomen voor Mammoet. Via de verdediger gaat hij uiteindelijk net naast de goal. Het geeft wel aan dat er kansen gecreëerd worden door Kozakken Boys. Hier is weer Tremoer voor de voeten van een invaller. En die is in de winterstop gekomen. Sabri, oudspeler van ADO Den Haag. Oudspeler ook van Laakkwartier, Belgische nationaliteit. Maar geboren en getogen in Den Haag. Was zonder club en is nu aangesloten bij het elftal van Grunholz. Ja, nu doordrukken zou je zeggen en een punt halen voor de Werkendammers. Maar nee. Want hier is Matthijs Hardijk al. Minuut 86. Marge is weer 2. En ook Hardijk doet mee. Speler die kwam van HHC Hardenberg. 4e van dit seizoen alweer voor hem. Ja, Kozakken Boys geeft niet op. En kijk, dit is waar men dit seizoen een hoop plezier van hoopt te hebben.
Hij heeft zijn eerste alweer te pakken. Reilly Ignacio is terug en dat zullen ze weten ook. Een neusje voor de goal, dat verlies je nooit. En kijk het weglopen bij twee verdedigers. Het is prima. De overwinning is overigens voor Katwijk. Weer geen overwinning dus voor Kozakken Boys. En hier zijn ze tevreden en hier zijn ze ontzettend blij.